Vandaag speel ik van geboorte tot mijn dood in Roblox. En zo begin ik als pasgeboren baby en word ik steeds ouder, veel ouder. En uiteindelijk ga ik dood in Roblox. En voor elk duimpje omhoog op deze video leef ik 1 jaar langer. Daar kruipen we dan in Roblox als pasgeboren baby, zoals je kan zien. We zijn letterlijk net het ziekenhuis uitgekomen en eigenlijk kan ik nog helemaal niet praten. En maak ik allemaal babygeluiden zoals je nu ook hoort. Ik zit te denken van, wat doet een baby eigenlijk als je net geboren bent? Je probeert natuurlijk allemaal dingetjes om natuurlijk vast te pakken en dat soort dingetjes. En we leren natuurlijk kruipen, want we kunnen nog helemaal... Oh, kijk! Allemaal bouwblokken daar! Oh, misschien dat we daarmee kunnen spelen. Is dat daar... wat staat er eigenlijk? Ik zit er naar te kijken, maar ik heb geen idee wat het eigenlijk is. Want ik kan nog helemaal niet lezen natuurlijk. Dat moet ik allemaal nog leren. Maar waar ik wel zin aan heb... is natuurlijk wat lekkere melk. Dus laten we eens even wat melk gaan drinken uit de fles. Oh, daar zitten we dan. Heerlijk wat melk. Ik geniet er nu al van. Oh, moet je kijken hoe blij ik ben met de babymelk. Oh, dat is echt heel erg lekker. Oké, laten we hier naar de Lego gaan kruipen. En kijken of we daar ook mee kunnen spelen. Want moet je nou eens kijken. Ik ben hier een van de kleinste baby's die je gaat zien. Want moet je kijken in de verte hoe groot die baby's daar zijn. En we kunnen wel een beetje rond gaan kijken hier. Of we het een en ander kunnen zien. Hier hebben we bijvoorbeeld van die eetstoeltjes waar je natuurlijk in kan zitten. En dan kan je daar lekker in gaan eten. Maar ik denk dat het tijd is om maar een paar maandjes over te gaan slaan en een wat oudere baby te gaan worden. Zoals je misschien wel kan zien, ben ik letterlijk samen met mijn ouders verhuisd naar de stad. En dat niet alleen, ik kan nu letterlijk ook lopen zoals je kan zien. En ik ben een wat grotere baby. Ik ben namelijk al 9 maanden oud. Ja, en ik lijk wel wat langer, maar het valt eigenlijk best wel mee. Want moet je kijken hoe klein ik ben vergeleken met de rest. Maar eens even kijken wat we hier allemaal hebben. We hebben hier voor ons hebben de begraafplaats. Nou, ik kan je vertellen, ik denk niet dat baby's daar thuis horen. Misschien als ze 1 jaartje of 12 uiteindelijk zijn, als ze 12 jaar zijn. Dat we dan een kijkje kunnen nemen op de begraafplaats. Maar ik zie daar in de verte wel snoepjesland staan. En daar hou ik wel van. Want ik kan je vertellen, ik hou wel van snoepjes. En laten we daar eens even kijken. We hebben daarvoor 10 triljoen nodig. En zoals je links ook wel kan zien hier, hebben we dat helemaal niet. We hebben namelijk nog niet eens 1. Want volgens mij, als we natuurlijk ons speelgoed erbij pakken, zoals je kan zien, en we drukken dan, dan groeien we namelijk langzaam en worden we steeds een stukje groter, zoals je kan zien. En nu zijn we letterlijk al groot. Grotere baby dan eerst. En daarover gesproken te hebben, laten we een paar dingen kopen om natuurlijk steeds een stukje ouder te gaan worden. Dus we gaan letterlijk even de winkel induiken. We zijn hier bij de winkel aangekomen en eens even kijken wat we hier kunnen kopen. Ik kan hier letterlijk een eendje kopen. Nou, ik zeg je heel eerlijk, die moet ik echt gaan hebben. Alleen die kost 1200 muntjes, zie ik nu. En wat kunnen we nog meer kopen? We kunnen papieren vliegtuigje kopen. We kunnen een teddybeer kopen. En nog veel meer. We kunnen zelfs een eendjeszwembandje kopen. Vet, die moeten we zeker gaan kopen straks. En nog veel meer andere dingen. Maar we kunnen ook allemaal verschillende soorten speelgoed kopen. Zoals natuurlijk een bad-eendje, een eenhoorn, een octopus en wat nog meer? Een Rubik's Cube. En hoeveel kost dat? 52 muntjes. Nou, als we nou nog eens even heel wat door gaan spelen met ons speelgoed, dan krijgen we steeds muntjes erbij. Want hoe meer speelgoed we hebben, die kunnen we dan natuurlijk hier gaan verkopen. En des te meer muntjes we krijgen, zoals je kan zien. Dus laten we gaan klikken totdat we letterlijk een Rubik's Cube kunnen kopen. Zodat we natuurlijk een nieuw soort speelgoed hebben waarmee we kunnen spelen. En tot nu toe heb ik letterlijk 6 speelgoed en word ik ook steeds groter, zoals je kan zien. En oh ja, als je je afvraagt, Dennis, wat heb je aan? Dit is letterlijk mijn pyjama, zoals je kan zien. Oké, we hebben 56 muntjes gekregen van onze ouders. En ik denk dat we daarmee wel de Rubik's Cube kunnen kopen voor 52 muntjes. En kijk eens aan. We hebben nu letterlijk een Rubik's Cube. Alleen, ja, ik ben nog best wel jong, dus ik weet niet eens of ik dat wel kan oplossen. Nou ja, voor mij is dat natuurlijk een makkie. Gewoon alle kleuren bij elkaar doen. En
baby kan namelijk ook heel erg slim zijn, zoals je kan zien. Maar ik denk dat het tijd is dat we ervoor gaan zorgen dat het nog wat sneller gaat. Want ik ben er wel klaar mee om een baby te zijn. We hebben hier namelijk de winkel. En hier hebben we de optie voor 349 Robux. En ja, dat gaat me heel veel geld kosten om letterlijk sneller te groeien. Dus doe zeker een duimpje omhoog, want het kost me heel veel Robux. Oké, laten we hem gaan kopen. En ik ben heel benieuwd. We hebben het gekocht hoe snel we nu gaan groeien. Volgens mij gaat het echt een flink stuk sneller. En we hebben letterlijk al volledige aantal speelgoed die we kunnen hebben. Maar wat ik net zag in de winkel, en daar kunnen we wel even naartoe gaan. Daar kunnen we namelijk allemaal dingen kopen. Hier staat namelijk dat je oneindig veel spulletjes kan hebben. Oftewel oneindig veel speelgoed. En ik kan je vertellen, als kind en als baby hou je natuurlijk superveel van speelgoed. Dus dat is iets wat we zeker gaan doen. Alleen zie ik hier ook dat we een optie hebben dat we nog sneller gaan groeien. En dat kost 549 Robux. En ik zie dat jullie allemaal een duimpje omhoog hebben gedaan. Dus laten we die zeker gaan kopen. 549 Robux. Oké, hier gaan we. En dat niet alleen. Infinite Toys voor 800 Robux gaan we ook kopen. Die hebben we ook gekocht. Oké, ik ben heel benieuwd hoe snel het nu gaat. Zoals je kan zien staat hier nu bij de speelgoed een tekentje dat we letterlijk oneindig veel speelgoed kunnen hebben. En dat niet alleen, het gaat ook nog eens dubbel zo snel. En zo kunnen we letterlijk gigantisch veel muntjes krijgen. Maar kunnen we ook betere dingen kopen natuurlijk? Laten we naar de winkel gaan. Eens even kijken, we kunnen hier misschien dingetjes kopen waardoor we meer speelgoed krijgen. Ja, kijk. Dit kost namelijk allemaal muntjes en hiermee krijgen we echt super veel speelgoed. En vooral ook omdat we alles keer 2 hebben. We kunnen zelfs een gamecontroller kopen. En een laptop. Oké, die moeten we hebben. Eens even kijken. Wat is het eerste wat we kunnen kopen? Wat in de buurt is? Deze. Oké, laten we deze gaan kopen. En laten we heel wat speelgoed gaan verzamelen. Wat is dit trouwens? Wat is autoklik? Want we moeten de hele tijd zelf klikken. Maar het zou heel erg fijn zijn als we kunnen zorgen dat dat niet hoeft. En helaas, het werkt niet. Dus wat we moeten doen is we moeten letterlijk gaan klikken. Klikken, 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 klikken. En moet je letterlijk dat speelgoed zien gaan. En natuurlijk als we beter speelgoed hebben, dan hebben we natuurlijk ook meer muntjes en dat soort dingen. En dan krijgen we ook meer speelgoed in één keer. Eens even kijken hoeveel muntjes we hiervan krijgen. 800! Oké, daar kunnen we heel wat mee kopen. Eens even kijken of we al wat beters kunnen kopen. Voor natuurlijk 800. Want des te hoger we het kopen, des te meer speelgoed we krijgen in één keer. Want kijk, nu krijgen we letterlijk al 15 speelgoed. En zoals je ziet ben ik ook een stukje ouder geworden meteen ook. Ik heb een rugtas, dus ik denk dat ik elk moment ook zometeen naar school kan. En ik zag een stukje verderop al een school staan. En we kunnen straks ook een kijkje gaan nemen natuurlijk bij de begraafplaats, want ze zijn al redelijk oud nu. We zijn al boven de 10 jaar en we kunnen al bijna naar school. En het duurt niet lang voordat we letterlijk 12 jaar zijn. En dan worden we wel heel oud straks. Eens even kijken. Hoeveel muntjes gaan we hiervan krijgen? We hebben 900 speelgoed. En we krijgen 2000 muntjes hiervan. En moet je kijken hoe snel we letterlijk aan het groeien zijn hierin. Oké, dit is echt perfect. En we kunnen ook kleiner worden. Kijk, klein, groot. Klein, groot. Oké, dit is echt perfect. En we hebben alweer 2800 muntjes. En dat betekent dat we letterlijk al het bad eentje kunnen kopen. En zelfs bijna een fidget spinner. Eens even kijken. Deze kost 2200. En hierna wil ik toch nog even het bad eentje kopen, want die hoort echt bij ons. En doe zeker daar duimpje omhoog als jij bad eentjes ook super vet vindt. Maar moet je kijken hoe snel het nu gaat. En dat betekent dat het geld zometeen ook echt mega snel gaat. Oké, we kunnen letterlijk al een bad eentje gaan kopen hier zo bij de winkel. Dus dat gaan we ook gewoon meteen doen. En daarna gaan we voor een fidget spinner. Want het is namelijk niet zo slim om weer terug te gaan naar een bad eentje. Omdat het dan minder snel gaat. Maar moet je gewoon kijken hoe leuk het eruit ziet met dat bad eentje in mijn hand. Oké, laten we gaan voor iets anders. Zodat we natuurlijk veel meer geld krijgen. We gaan deze weer aandoen. Zo. En dan kunnen we zometeen hiervoor gaan. En die kost 3500. En dat hebben we letterlijk nu verzameld. Dus dan gaan we naar de winkel. En dan gaan we kijken. We kunnen letterlijk een Golden Square Poppet kopen. En dat is natuurlijk zo'n heel leuk ding. Wat je natuurlijk in kan drukken. En als je dat indrukt, dan maakt het allemaal van dat soort geluidjes. Het is heel erg fijn om aan te horen. Ik vind het wel heel erg leuk. Oh, en moet je kijken hoe oud deze meneer is. En moet je nagaan dat wij dat straks ook worden zo oud. Oh, en uiteindelijk belanden we daar op de begraafplaats helaas. Omdat we dan, ja, dan zijn we te oud. Wat we elke
welk duimpje omhoog dat jullie doen op deze video, leef ik 1 jaar langer. Dus doe alsjeblieft dat duimpje omhoog. Oké, eens even kijken. Ik wil namelijk heel graag de fidget spinner kopen. Alleen kost die 5.400. En volgens mij hebben we dat geld echt super snel. Want moet je kijken hoe snel het gaat met het speelgoed verzamelen, letterlijk. En kijk eens aan, 5.400 hebben we nu al. We kopen een fidget spinner en nu krijgen we echt mega veel speelgoed. 118 per keer dat we letterlijk aan het klikken zijn. En laten we zo snel mogelijk klikken. Kijk hoe snel we kunnen klikken. Oké, kom op, klik door, klik door, klik door. Moet je kijken hoe klein die personen voor mij zijn. Oké, we hebben heel wat speelgoed en het levert heel veel geld op, zoals je kan zien. En moet je nou kijken hoe die fidget spinner er letterlijk uitziet. Momenteel zijn we al bijna 13 jaar. We hebben letterlijk net een nieuwe koptelefoon gekocht en we zijn ook helemaal veranderd, zoals je kan zien. We worden al letterlijk echt een tiener, wat je ook wel kan zien aan mezelf. Ik ben echt een flink stuk gegroeid. Ik ben weer helemaal normaal. Ik heb zelfs een hele mooie ketting. En natuurlijk deze gigantisch mooie koptelefoon. Alleen ik kan me niet voorstellen om straks uiteindelijk vader of opa te worden. Dat gaat heel erg raar zijn, kan ik je vertellen. Ik zie hier letterlijk dat voor 149 Robux keer 50 onze toys kunnen krijgen. Dus wat we gaan doen is, we gaan dat zeker kopen natuurlijk. En dat niet alleen, we gaan die daaronder ook nog eens kopen, waardoor we 2 keer zo snel kunnen gaan. En we kunnen letterlijk onze coins ook nog keer zoveel doen. Eens even kijken, voor hoeveel gaan we? We gaan voor keer 5. Keer 5, dat lijkt me echt perfect. Oké, laten we die gaan kopen. Zo, we hebben alles gekocht. En dat betekent dat alles waarschijnlijk nu echt heel snel gaat. Moet je kijken! We krijgen gewoon 10.000 speelgoed per keer. En moet je die muntjes zien, letterlijk. Oké, we worden echt gigantisch rijk. En we gaan heel snel oud worden, kan ik je vertellen. Oké, wat kunnen we hier kopen? We kunnen al een telefoon kopen. Dat niet alleen, we kunnen zelfs een gouden telefoon kopen. En zelfs een gouden tablet. Oké, kunnen we ook een laptop kopen? Ja, zeker. Bijna een gouden laptop zelfs. Dus wat we gaan doen, we gaan het duurste van het duurste kopen natuurlijk. Want, zoals je kan zien, ben ik al een stukje ouder aan het worden. Ik krijg namelijk helemaal een baardje. Oké, we kunnen bijna de game controller kopen. We hebben nu letterlijk een gouden laptop, zoals je kan zien. En het gaat echt heel erg snel, het geld. We hebben 7,8 miljoen en dat betekent dat we ook dingen kunnen ontdekken, letterlijk. Want ik ben nooit naar school gegaan, dus ik heb niet echt dingen geleerd. Dus even kijken, laten we de game controller kopen. En kunnen we nog meer dingen kopen hier wat meer oplevert? Ja, zeker kan dat. Wow, we kunnen zoveel dingen kopen hier, letterlijk. Oké, laten we alles gaan upgraden. Oh, we hebben een hele lange baard gekregen. En we zijn hier letterlijk aan het gewicht heffen, zoals je kan zien. Kom op, die gewichten moeten door het dak heen, letterlijk. Kom op, kom op. Dit kunnen we, dit kunnen we. Nog een klein beetje, oh, wat worden we sterk. We moeten natuurlijk wel sterk blijven, hè, als een oudje. Eens even kijken. Ja, je dacht toch niet dat ik geen sterke opa zou zijn? Oh, moet je maar kijken. We zijn letterlijk aan het gewicht heffen. En moet je kijken hoeveel geld we krijgen. We hebben letterlijk 3 biljoen, zoals je kan zien. En wat kunnen we daarmee kopen? Kunnen we daar iets groots mee kopen? Eens even kijken. We kunnen bijna een papieren vliegtuigje kopen. En dan krijgen we echt heel veel geld, zoals je kan zien. Eens even kijken. Laten we die kopen. En laten we dan maar een beetje, ja, ons als kind gedragen, denk ik. Maar als opa zijnde. Je zou denken dat als je oud bent, dat je nog groot bent. Nou, ik kan je vertellen, ik ben letterlijk gekrompen. En ik ben boven de 200 jaar momenteel. En ik voel me de laatste tijd zo slecht dat ik denk dat het maar tijd is om te gaan op naar de begraafplaats. Oh, nee, nee, nee. Ik ben te oud om nog te leven in Roblox, letterlijk. Mijn spieren doen pijn. Mijn baard is te lang. Ik ben te oud. Het is niet anders meer. De begraafplaats. En dit is letterlijk de dag dat ik ben overleden in Roblox, zoals je kan zien. Doei doei!